Wat? Infected in Call of Duty Black Ops 3? Welkom bij weer deze nieuwe video, jongens. Vandaag gaan wij weer Call of Duty Black Ops 3 spelen, want ze hebben iets super, maar ook echt iets super tofs gedaan. Want wat ze hebben gedaan is in Call of Duty Black Ops 3 Infected toegevoegd. En voor de mensen die niet weten wat Infected is dat je met 12 man in een potje zit en waarbij één iemand steeds alleen een knife of een pistol krijgt en die diegene dus moet killen en zo heel de lobby moet proberen uit te schakelen. Dus wij gaan kijken, jongens, of ik na een hele lange tijd geen Black Ops 3 te kunnen spelen weer wat kan doen op Black Ops 3, want ik weet niet hoe het speelt, want ik was echt verslaafd aan Fortnite. Dus ja, mocht je dit leuk vinden en wil je dit nou vaker zien, laat dan je blauwe duimpje omhoog achter en abonneer op mijn kanaal. En wij gaan kijken, jongens, of wij een lekker potje kunnen gaan neerzetten in Call of Duty Black Ops 3, jongens. Let's go! Oké, jongens, dit voelt toch best wel raar om te spelen als jij Fortnite gewend bent. Maar wij spelen Call of Duty Black Ops 3 en wat wij spelen is we spelen Infected, jongens. Het is toegevoegd in Call of Duty, dus we gaan het vandaag gewoon spelen om te kijken of het een leuke game mode is. Dus mocht je dit nou leuk vinden, laat even je blauw duimpje omhoog achter. En als je nog niet bent geabonneerd op mijn kanaal, abonneer dan eventjes. Maar wat anders is aan deze Infected game mode, is dat jij je eigen wapens kan gebruiken, jongens. Normaal was dat nooit in Fortnite, dat kan nu wel. Dus daarom spelen wij met de Brekkie deze keer. Want de Brekkie is op korte afstand natuurlijk best wel overpowered. En met Infected komen mensen best wel dicht bij je. Dus het is misschien smerig, maar als we gaan denken is het misschien best wel slim. Ja, daar loopt hij. En ja, deze keer moet eventjes iemand killen om natuurlijk nog een keer infected te worden. Niet mij. Oeh, daar ging ik bijna, jongens. Maar ja, ik heb heel lang geen Black Ops 3 gespeeld. Dat hebben jullie ook op mijn kanaal gezien. Want Fortnite is op dit moment de game die ik natuurlijk speel. Maar ja, ik dacht van, yo, ik kan het niet laten gaan om eventjes infected te spelen. Aangezien ik dan natuurlijk wel een hele leuke game mode vind. Maar dan moeten er wel enemies gekilled worden, jongens. Want één iemand wordt een beetje rustig. Hij zit hier weer. Ah, jongens, laat hem even iemand killen. Laat je ijs geliefd. Oké, dan gaat er weer een nieuwe countdown komen. Als ik er nu word, jongen. Als ik er nu word, hallo maat, als je mij kent. Nice! Oké, er is een nieuwe. Maar waar is die? Waar is diegene? Oké, jongens, het is Wout Tessel nu. We hebben één iemand die de hele tijd achter ons aanloopt, dat is nice. Maar aan de ene kant kan ons ook blokkeren als de infected persoon hier komt. Ik hoop, ja, jongens, kom op, laat hem even iemand killen, man. Laat hem even iemand killen. Ik wil dat heel graag. Dan kunnen we eventjes wat kills maken. Want ik vraag me dus af, je kan sowieso wel een nuclear halen in deze game mode, denk ik. Maar hij is dus aan het schieten, maar hij killt alleen niemand. Dat is een beetje jammer. Maar ja, hij is er weer vandoor. Of er is iemand van de map gesprongen. Wat een legend. Wat een legend. Oké, nu moeten we beter gaan opletten, jongens. Nu moeten we een beetje gaan opletten. Het zijn natuurlijk nu twee mensen die infected zijn. Dus dat wordt interessant. Blijf nou niet achter me. Achter je. Oh mijn god, ik heb je eventjes gered, vriend. Ik heb je eventjes gered, right there. Woe. Kijk, dat bedoel ik dus met mensen die de hele tijd achter je aankomen. Het is nice, maar let gewoon op de game, weet je. Want je kon gewoon dood zijn hier zo, jongen. Als ik jou daar niet had, had ik je gewoon laten kunnen killen. En ik ben wel benieuwd. Ik ben wel benieuwd of wij ver gaan komen. Want nu gaat het snel. Drie man infected. Oh mijn god. Drie man infected. Dat is nog niet heel veel. Er is waarschijnlijk weer eentje geliefd. Vier man nu. Vijf man. Oké. Ik wil hier weg. De concentratie kijkt er nu al iemand te adden. De infected mensen hebben ook dead silence. Dus je kan ze niet aanhoren komen. Dat ben ik wel benieuwd naar. Maar daar ben ik in mijn eentje over ofzo. En dat wil ik niet. Jongens, we moeten een beetje in deze span blijven. We zijn nog met z'n drieën. Oh shit. Nu wordt het serieus, jongens. Ik ben nu nog in mijn eentje. Woe! Oh, eerste game 11 kills, jongens. Holy shit, dit is wel leuk, hoor. Dit is op zich echt lachen. We gaan er ook nog een potje achteraan spelen, want dit is echt super leuk om te doen, jongens. We gaan er ook nog een game achteraan spelen, dus ja. Laten we gaan naar game nummer 2 en kijken of we de 11 kills kunnen gaan verbreken, jongens. Let's go. Alright, jongens, ik ben eventjes een nieuwe lobby gejoind en deze lobby zit eigenlijk bijna helemaal vol met Nederlanders. Alleen, ik heb ze moeten muten, want ze zeiden niet hele mooie woordjes. Dus, we gaan gewoon proberen een lekker potje neer te zetten tegen deze Nederlanders, jongens. Ik probeer zo snel mogelijk weg te komen van de groep, zodat ik niet bij de infected persoon zit. Maar, er is één iemand geïnfect.
En nu moeten wij dus proberen deze persoon te killen. En ons niet laten killen deze persoon. Dus we gaan gewoon kijken. Ik speel op de map Fringe. En ik speel gewoon nog steeds met mijn Bretchy. Of Brekkie. Bretchy, hoe je het uit wil spreken, jongens. Ik krijg nog steeds de comments dat ik het verkeerd uitspreek. Als oude mensen of andere video's, mijn oude video's terugkijken. Maar ik word weer herkend, denk ik. Door wie word ik herkend? Yo, man. Hallo. Laten we gewoon dit potje lekker spelen. We zitten weer met één iemand die geen enkel iemand kan killen. Je hebt nog een pistooltje, jongen. Dus je moet nou toch wel iemand kunnen killen, neem ik aan. Dat moet wel lukken. Dus ik hoop, anders zou je net zien dat ik word gekilled, weet je. We zitten dus met net weer een lobby die me herkent. Dat heb ik niet gemist in Fortnite, als ik jullie eerlijk ben. Want dit is echt, dit is de bedoeling dat ik nu gekilled ga worden, denk ik. Door die infected guy. Als er op mij geschoten wordt, dan weet ik precies waar ik zit. Dus als je me tegenkomt, jongens, ik vind het wel echt super tof dat jullie me herkennen. Maar knife me dan. Of schiet één keer, hij zit hier binnen. Oeh, alright. Jongens, kom op. Hij moet even één iemand killen, toch? Dat moet hij doen. Dus hij loopt weer in het midden, hij loopt weer in het midden. Hij gaat niet mij killen, hoor. Je gaat niet mij killen, maat. Je gaat niet mij killen, hoor. Oh mijn god, haal me wiek, jongen. Kom op, zeg, jongens. We moeten wel steeds de scavenger op blijven pakken. Want anders ben je daar out of ammo. Dat wil je niet hebben. Maar hij moet toch wel iemand kunnen killen, jongens, neem ik aan. Hij heeft alleen maar een tomahawk natuurlijk. Oké, okay, de time's running out. Kom op. Kom op, maat. Kill iemand. Of lief dan tenminste dat er iemand opnieuw gekozen wordt. Please. Anders is deze video al voorbij. Dat wil ik niet. I don't want it. Dacht... Sorry. Ik had hem te laten killen. Ah, dat is mijn eigen schuld. Dit is mijn eigen schuld, boys. Dit is mijn eigen schuld. Ripperino. Het zit er gewoon op. 2 kills. Yes. Gewoon een flawless game, boys. Een flawless game. We hebben het gedaan. GG. 2 kills. Dat was ook deze video. Holy shit. Willen jullie nou vaker dit zien? Dat ik dit weer wat meer ga uploaden. Zolang het er nu blijft. Laat het dan eventjes weten in de comments. Ik vond het weer super leuk om Call of Duty Black Ops 3 te spelen. Maar aan jullie is het dus om dit vaker op mijn kanaal te laten zien. Laat het weten in de comments. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot morgen om 3 uur. Bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dus tot dan, jongens. Doei.